hebben we hier van doen met een querulant, een charlatan, een amateur. Waar is het eigene, de originaliteit? Wie is Van Meegeren? Dat stond aan de binnenkant van mijn schedel gekalkt. Ik ben iets veel beters op het spoor. Een Vermeer. IVM. Johannes Vermeer. Meneer Vermeer, uit de stukken blijkt dat u deze Vermeer hebt verkocht. Er is geen Vermeer. En wat dan wel? Boijmans, het Mauritshuis. Ze bieden tegen elkaar op. De jonge Christus in de tempel, 1.250.000 gulden. Vijf woorden. Ik heb het zelf geschilderd. Krachtens de wet bijzondere rechtspleging eis ik de hoogste straf. Ja, schilderen als Vermeer. Dat kan Han van Meegeren. Ja, ook al een waar gebeurd verhaal. Ja. Hè? Van Meegeren, de vervalser. Ja. Hè? Waar gaat het verhaal precies over? Nou, het is geïnspireerd op zijn leven. We zijn er eens vrij mee omgegaan, want dat kan niet anders. Want anders, je moet een film is film. Maar waar het over gaat is hoe hij gekomen is tot eigenlijk... niet zozeer vervalsen, maar het vervalsen van een handtekening. Want hij heeft een schilderij gemaakt, een origineel schilderij... waar iedereen van dacht dat het een Vermeer was. En dat deed hij om wraak te nemen op de kunstcritici. Die vonden dat zijn werk... Het was op dat moment de opkomst van de moderne kunst. Ja. En hij zei van, ja, maar mijn werk vonden ze niks. En het bleek dat ze er allemaal in trapten. Ja, want als ik er een andere handtekening onder zet, dan vinden ze het opeens wel. Klopt. En eigenlijk gaat de film ook een beetje over van... Ja, wat bepaalt de waarde dan? Wat is kunst en wat bepaalt de waarde? En wat is de rol van allerlei mensen die eromheen? Maar ook, wat je heel duidelijk ziet in deze film, is hoe moeilijk het leven van de kunstenaar is. Dat je op twijfel zit, dat je aan jezelf begint te twijfelen. En daarin speelt die liefde een heel belangrijke rol. Want in feite blijkt in onze film dat de liefde voor één persoon, voor hem, ja, heel veel, dat hij daarom heel veel dingen gedaan heeft. Het is ook nog een liefdesverhaal. Er zit ook nog een liefdesverhaal. Ah, mooi hè. Ja.